Het is een groot plezier om hier te staan om te praten over duurzaamheid, over het ruimteperspectief, over de mogelijkheden van staal, alhoewel ik zal er niet zoveel zeggen, daar weten jullie veel beter van, veel meer van. Ik stel trouwens voor dat de mensen die achterin staan gewoon hier rustig voor gaan zitten, weliswaar gereserveerd, maar als het dan niet bezet wordt, dan kan je er maar beter op gaan zitten. Ik zie heel veel mensen aan de achterkant, waarom gaan jullie hier niet zitten? Hier zijn allemaal lege stoelen, doe maar. Durf. If you want to be special, be special. Oftewel, als je astronaut wil worden, moet je op de eerste rij zitten. Ja, dames en heren, ik heb het genoegen door een aantal dingen heen te gaan. En waar ik mee wil beginnen, is een soort ruimteperspectief. Dat begint hier al met deze foto die je hier ziet. Dat is Nederland. Nederland gefotografeerd ongeveer 25 jaar geleden. Van een plek die 300 kilometer boven Denemarken hangt. En je kijkt in zuidwestelijke richting. Dus als ik even met mijn cursor eroverheen ga, dan zie je hier Texel, Afsluitdijk, Noord-Holland, de Zuid-Hollandse eilanden. Dit is de Belgische kust. Ja, ik ben zelf hoogleraar in Delft. Ik heb zelfs een instituut van verschillende faculteiten. En ik heb ook een soort branding, een soort merk zou je kunnen zeggen. En dat is duurzaam, innovatief. En jeugd. En die gaan absoluut samen. Want je kan rustig zeggen, de stakeholders van de toekomst, ja, dat zijn natuurlijk de jonge mensen. Wij doen het op dit moment niet helemaal goed, wat betreft onze duurzaamheid. Dat moet dus veranderen en dat betekent innovatie. Dus die drie dingen die gaan absoluut samen. We zitten ook in een wereld die heel bijzonder is. In die zin dat de wereld heel erg snel aan het veranderen is. Ik kom daar zo nog wel weer op terug. Maar een van de redenen is ook omdat die veranderingen moeten. Want we hebben te maken met een klimaatcrisis, met een financiële crisis, met een bronnencrisis, met een mobiliteitscrisis, communicatiecrisis en inderdaad ook nog een sociale crisis. Maar al die crisissen met elkaar zorgt er wel voor dat we een fantastische gelegenheid hebben, een fantastische opportunity om te veranderen. Niet alleen de noodzaak is er, maar is ook een weg, er zijn mogelijkheden, mensen willen het gewoon. En we zien daar hier ook heel veel voorbeelden van in de staalindustrie. Maar ik wil met jullie even terug naar 2 weken geleden, toen was ik op Aruba. En op Aruba was een conferentie gestart met een nieuwe regering die daar 1 jaar zit. De zogenaamde Green Aruba Conferentie. En Aruba, 100.000 mensen, het is nog steeds een onderdeel van het Nederlands Koninkrijk, willen gewoon Aruba schoonmaken. En daartoe hadden ze allerlei mensen uitgenodigd, onder andere Al Gore. En we hebben daar allebei een lezing gegeven. Maar eventjes het tempo. 1 jaar geleden nieuwe regering. In 1 jaar tijd 20% van hun energie duurzaam. Nederland heeft nog geen 7%. Nederland zit beneden de helft van het Europese gemiddelde. Aruba wordt het voorbeeld van Nederland. En dat is toch wel heel erg leuk om te zien hoe snel dat daar eigenlijk gaat. Dat ze bijvoorbeeld ook in 1 week tijd een beslissing maken dat de invoerrechten voor auto's die daar 30% is, voor elektrische auto's ineens maar 2% is. Dat gaat hard. En ik zou ook graag willen dat het in Nederland hard gaat. Maar goed, de algemene vraag die hier heerst natuurlijk is, hoe gaat het nou eigenlijk met ons in de toekomst? En ik wil eigenlijk 1 heel belangrijk punt aangeven wat betreft die toekomst. Tot nu toe, als we ergens niet genoeg van hadden, dan gingen we verderop en dan gingen we daar naar expedities maken. Dat waren de oorspronkelijke expedities van Columbus, van Marco Polo. Want daar vond je dan datgene wat je miste waar je nu was. We hebben die mogelijkheid nu niet en dat is zo bijzonder. Het heeft geen zin om in de ruimte te gaan zoeken en naar Mars te gaan en dan te denken dat daar meer mogelijkheden zijn dan hier op aarde. 1 hele belangrijke reden is dat wij als mens van die aarde afhankelijk zijn. Wij houden gewoon van die aarde, van die natuur, van die omgeving. En wij kunnen het niet zonder. Ik ben zelf wel eventjes buiten deze aarde geweest. En ik zou graag eventjes dat willen laten herinneren. En voor die mensen die heel jong zijn, voor het eerst zien. Ik zat dus, en ik ben even bang dat het geluid er niet is. All systems are looking real good. Is er wel. Minus 1 minute. Ik zat dus hier boven in de cockpit. Water system is now armed. Minus 55 en samen met 7 andere collega's. Hydrogen burn igniters have been armed at this time.
Now these igniters will be fired at T-minus 10 seconds to eliminate any residual hydrogen gas under the main engine belts. Je wacht ongeveer coming up twee on a milestone here at T-minus 31 seconds. En we komen zo bij de laatste 30 seconden waarbij de onboard computers de countdown doen. Minus 31 seconds. And we have a go for auto sequence start. En je zal zo zien dat in de laatste 10 seconden de hoofdmotoren worden aangezet. En als die bewegen, dan worden ze getest. En daarna gaan er bij solid rocket boosters en dan gaat de shuttle omhoog. Minus 13 seconds. Minus 10. We're go for main engine start. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff. Liftoff of Challenger and the spacecraft V1 mission. And the shuttle has cleared the tower. Houston controlling now. Roll program initiated. This is 102 degree roll. Puts the ship in the proper attitude for flight downrange and the 57 degree inclination. Wing Challenger level. Houston, the cryo-H2 pressure is the deuce. Ja, jullie hoorden, we are throttling down now. Dat betekent dat de Space Shuttle gaat net iets te hard, omdat we daar de geluidsbarrière doorbreken. In die paar seconden, 1000 km/u. Dan gaat de shuttle verder door, je wordt ongeveer 3 keer zo zwaar in je stoel gedrukt. En dan na 8 minuten gaan de motoren uit. Want in 8 minuten heb je de hoogte bereikt van 300 kilometer en een snelheid van 28.000 km/u. Met die snelheid blijf je in een baan om de aarde, omdat de versnelling die je krijgt door het ronddraaien even groot is als de zwaartekracht. Dan wil ik jullie graag meenemen met het gevoel wat je krijgt als je nu naar buiten kijkt en dit ziet. Je realiseert je dan dat jij in dat zwarte zit, daarbuiten. Daar is geen zuurstof, geen lucht. Daar is ook geen leven, dus 200 graden onder nul. Daar is dus ook eigenlijk geen geschiedenis. Eigenlijk is daar niets wat er toe doet. En vergelijk dan datgene wat je voor je ziet, die aarde, die daar als een soort glasachtige bol voor je zweeft. En je realiseert je dat alles wat leeft, alles wat ooit belangrijk was, en waarschijnlijk ook alles wat in de nabije toekomst zeker ook belangrijk is, dat dat daar is. En dat die verschil tussen die twee werelden, die wereld van waarde en die buitenwereld die er niet toe doet, dat het verschil wordt gemaakt door een heel dun laagje atmosfeer, wat ongeveer 20 kilometer dik is, wat je ziet. Een dikte vergelijkbaar met de dikte van een schil van een appel ten opzichte van een appel. Ja, vanuit een ruimteperspectief kijk je toch anders tegen die dingen aan. In die tijd Cyprus, ik vond het zo bizar dat ik wist dat de Turken aan de ene kant en de Grieken aan de andere kant elkaar het leven zuur aan het maken waren. Dan denk je van, ja, maar waarom doe je dat toch? Vanuit een ruimteperspectief vond ik het ook raar om te zien hoe hier een land als Israël toch een scheiding laat zien tussen Israël en Egypte. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar hoe langer je kijkt, hoe beter het je ziet. Maar ik zal het met de cursor aangeven. Linksonder is een streep te zien, omdat in Israël men irrigatie doet en het wordt dus groener en in Egypte niet. Vanuit de ruimte begrijp je niet waarom die Israëliërs niet naar die Egyptenaren gaan en zeggen, jongens, wij doen hele fantastische dingen, we gaan jullie dat leren. Of omgekeerd dat de Egyptenaren naar de Israëliërs toe gaan en zeggen, we zien dat jullie hele fantastische dingen doen, kan je ons dat leren. Vanuit de ruimte is dat moeilijk te begrijpen dat je dat soort dingen niet doet. Vanuit de ruimte is het ook helemaal moeilijk te begrijpen hoe dit land, dit is het land tussen de rivier Eufraat en Tigris, hoe dit land ooit in de Bijbel paradijs is genoemd en nu Irak heet. Wat is daar allemaal gebeurd? Waarom doen we dit? Als je dit soort overwegingen hebt in de ruimte en je gaat kijken naar een groot natuurverschijnsel, zoals deze grote orkaan, waar je dan overheen gaat, wat immens is en wat je realiseert dat de hoeveelheid energie die je hierin hebt zitten vergelijkbaar is met bijvoorbeeld 1 jaar Amerika, dan denk je, oh, die natuur die redt het wel. Wat wij als mens ook maar doen, die natuur, die is sterk.
Een ander aspect wat je krijgt als je in de ruimte zweeft, is dat de aarde klein wordt. Dit is een foto van het Zuideiland van Nieuw-Zeeland, precies aan de andere kant van de aarde als Nederland. Daar zet je je stopwatch op nul. En als je dan boven Nederland bent, dan heb je precies 3 kwartier geklokt. De grootste afstand van de aarde, namelijk van de ene kant naar de andere kant, is 3 kwartier. De aarde is dan niet groot. En je voelt de aarde ook niet als je in de ruimte bent, want je bent gewichtloos. En als ik dit plaatje laat zien, ja, jullie kunnen natuurlijk kijken naar mijn hoofd en zien dat er wat veranderd is. Maar toch wil ik jullie wijzen op dat die overal die ik uitdeed en die zweeft, alsof ik er nog in zit. Want er is niks wat dat pak naar beneden drukt. U kunt zich dat bijna niet voorstellen wat het betekent als je geen zwaartekracht voelt. U bent er zo aan gewend om met uw eigen gewicht tegen die stoel aangedrukt te worden. Iedereen weer op zijn eigen manier. 75 kilo, 65 kilo, misschien wel 100 kilo. Maar iedereen die heeft daar zo'n eigen gewicht, daar ben je aan gewend. Wij weten niet hoe dat moet zijn om het niet te voelen. En als je dan ook nog je ogen dicht doet en niks voelt en ook niks ziet, ja, waar ben je dan? Met andere woorden, de ruimte is eigenlijk niet echt gemaakt voor de mens. De mens hoort op de aarde thuis. Toen ik terugkwam en geland was na een week in de ruimte, 112 keer rond de aarde, vroeg ik mezelf af van wat is nu de conclusie, wat is het verhaal wat ik ga vertellen aan de mensen? En wat ik ook aan jullie vertel. En dat is dat dus niet de ruimte eigenlijk uniek is, maar dat het de aarde is die uniek is. En dat die unieke aarde beschermd moet worden voor de gevaren.